Hallo iedereen, welkom op mijn YouTube kanaal voor de mensen die nieuw zijn. Mijn naam is Thalisa, welkom. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan zeker. 1, 2, 3, fuck it! Vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik al mijn kerstcadeaus ga laten zien. Ik wil zeker niet opscheppen. Ik wil niet stoeven met wat ik heb gekregen ofzo. Want dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar jullie vroegen massaal voor een video om te tonen wat ik voor kerst heb gekregen. Hachi Muffin. Muffin zit hier bij mij, Denise. Dus dacht ik, oké, I will show you guys. Dit zijn cadeautjes verspreid van kerst en nieuwjaar. En ja, van mijn ouders, van Niels zijn ouders, van Niels, van mijn zus, van Niels zijn moeke. Al die dingen. Als eerste die lamp die daar in de hoek staat. Ik weet niet of jullie hem goed zien. Die hebben we gekregen van Niels zijn moeke en vakken. Super lief, echt heel blij mee. Niels zijn mama en stiefpapa hadden die lamp al. En ik zei, ik wil die ook tegen Niels. Want ik vind die kei mooi. Die past ook heel mooi in ons interieur. Dus echt super blij mee. Dan heb ik cadeautjes. Ik ga gewoon random nemen. Ik zal er wel bij zeggen van wie ik dat heb gekregen. Ik weet niet of dat van belang is, maar alleszins. Van mijn mama heb ik granola gekregen van Sergio Herman. Dus dat is La Favo bij Sergio Herman. Quinoa granola met chocolade en pistache. En ene met nuts en sea buckthorn berries of zoiets. Ik ben heel benieuwd. Ik had die bewaard nog niet opgegeten om te laten zien in deze video. Maar nu ga ik die in de kast zetten. Dan kan ik er morgen al van smullen. Ziet er echt super lekker uit. Dan ook van mijn mama had ik een Yankee Candle gekregen, een Evening Star. Dat is deze en die ruikt ja, echt super lekker. Heel bloemig, maar met een mannelijke ondertoon. Ik weet niet of dat een omschrijving is, maar echt super goed. Die ruikt echt zo lekker. Ik heb nog nooit deze vorm van Yankee Candles gehad, dus super blij om die ook eens te testen. Nog van mijn mama had ik zakjes gekregen. Altijd handig. Ik heb altijd sokken nodig. Dus ideaal in verschillende printjes. Heel mooi. Jij. En dan ook nog van mijn mama had ik een cadeaubon gekregen van de Floralux. Ik moet eerlijk zijn dat ik al een deel ben gaan opshoppen. Dat zien jullie denk ik volgende vlog. Maar ik heb wel nog een deel over. Dat is super super leuk. Dan van mijn papa had ik parfum. Allee, eigenlijk zijn die cadeautjes van mijn mama en mijn papa samen. Dus ja, die geven dat altijd samen. Maar ik bedenk me gewoon wie wat heeft afgegeven. Maar het Gucci Bamboo Parfum wou ik echt super graag. Ik heb het al goed gebruikt. En ik hou er echt van. Het is echt zo'n lekkere geur. Echt een lekkere frisse geur voor overdag. Dan over parfums gesproken heb ik van Niels het Yves Saint Laurent Libre parfum gekregen. In zo'n heel mooie geschenksdoos. Ziet er zo uit. Dus parfum, mascara en een rode lippenstift. En dit parfum is echt ook echt zo lekker. Maar meer een avondgeur wel. Een iets sterkere geur om 's avonds te dragen. En dan voor mezelf had ik voor kerstmis, weet je, ik moest mezelf ook nog even verwennen met een cadeautje. Had ik dit Yves Saint Laurent parfum van, hoe noemt deze? Mon Paris gekozen. En gekocht. Dus dat is deze. Ik had ook nog wel een bon van Yves Saint Paris. Dus die heb ik nog opgemaakt en dit gekocht. Oké, dan van mijn zus heb ik een kleine Yankee Candle gekregen in de geur Velvet Woods. En die is ook echt super lekker, die heeft besjes sowieso erin. En dan ook zo iets mannelijker. En wat leuk is, die kleuren passen ook nog eens mooi samen. Dus dat gaat super mooi zijn in het interieur. Ook van mijn zus kreeg ik maskertjes. Ik had aan verschillende mensen maskertjes gevraagd. Omdat ik dacht, dat is super handig. Kun je altijd gebruiken. Dus ik had deze maskertjes.
Dat is van Garnier Skincare, zo die zwarte Carbon, of hoe noemt dat? Dus zo een pakje. En dan nog een pakje Hydra Balm voor onder de ogen. Maskertjes zou ik eigenlijk wel kunnen gebruiken. Ik heb deze nog niet open gedaan. Maar ik denk dat ik misschien vanavond wel eens een maskertje ga doen. Dan ook bij Niels zijn familie hadden we naampjes getrokken. Maar spijtig genoeg kon dat natuurlijk allemaal niet doorgaan. Door corona. Maar dan hebben we wel onze pakjes naar elkaar gestuurd. Dus van Niels zijn familie had Niels zijn schoonzus mij getrokken. Allee, eigenlijk, ja, wat is dat, schoonzus? Niels zijn stiefbroer, daar de vriendin van, Daphne. Die had mij getrokken en ik had ook maskertjes gevraagd van Garnier, het Hyaluron Shot. Zo had ik er nog, maar die heb ik al opgebruikt. Ook nog van Daphne had ik deze twee mooie kandelaars. Super mooi, die zijn van H&M Home. Die had ik gekozen. Zwart met goud. Echt, I love them. Die staan hier ook echt super mooi in ons interieur. En dan nog van mijn zus had ik het spelletje keer op keer 2 gekregen. Van mijn zus en Lucas. Want keer op keer 1 speel ik echt super graag. En ik wou heel graag keer op keer 2. En ik moet zeggen, het is echt wel een aanrader. Het is heel leuk. Het is wel wat moeilijker. Je moet meer nadenken, maar het is echt super leuk. Dan nog van Niels zijn mama en stiefpapa hadden we deze steamer gekregen. Dat is zo'n handstomer. Dat wouden we ook super graag hebben. Hij is nog ingepakt. Ja, ik ga het er niet helemaal uithalen. Maar het is zo'n handstomer om je kleding te stomen. Want zoals jullie waarschijnlijk wel weten, strijk ik niet. Allee, alleszins niet graag. Heel soms strijk ik wel eens. Maar doe dat niet graag. Dus dit is wel handig als we dan een hemd of zo hebben. Of een verkreukt kleedje, een dressing, kunnen we dan nog stomen. Ook van hun hadden we nog een bon van bol.com gekregen. En zwarte handdoeken, badhanddoeken en washandjes. Want we wouden onze handdoeken switchen met zo zwarte. Zo om leggen. Amai. Om leggen. Dus nu hebben we zo eentje met prints, die waren van Niels. En dan zwarte ertussen. En we hadden wel ook wat nieuwe handdoeken nodig. Dus ideaal. Die heb ik niet mee naar onder gebracht, want zwarte handdoek spreekt voor zich. Dan ook nog van Niels had ik deze super mooie waterkoker gekregen. Hier heb ik veel vragen over gehad op Instagram. En hij is van bol.com en hij is van het merk Moa. Dus dan weten jullie dat. En dan ook nog van Niels had ik een bon gekregen voor een nieuwe tattoo bij Tattoo La Mai. Dus super blij mee. Dan kan ik alvast beginnen nadenken wat ik ga nemen als nieuwe tattoo binnenkort. Als de tattoozaken terug open mogen. Oké, dat waren al mijn cadeautjes. Zoals jullie zien ben ik echt heel hard verwend geweest. Echt thanks mom, dad, zus, Niels. Schoonfamilie, echt super super leuk. Dan heb ik ook nog centjes gekregen hier en daar. Allee, van mijn pompa en van mijn ouders. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet tonen. Maar echt super 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 blij mee. Echt zoveel leuke dingen gekregen. Ik ben echt zo verwend. Pakjes zijn natuurlijk niet het belangrijkste. En zeker niet in deze periode was ik liever samen geweest om al die feesten te vieren met heel mijn familie. Maar helaas. Maar zo ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om al mijn pakjes te zien. Doe zeker thumbs up. Sorry trouwens ook voor het slechte licht. Ik probeer altijd zo wel naar achter te gaan. Omdat het licht hangt echt recht boven mij. Want het is al donker buiten dus. Dat was de enige oplossing. Doe zeker thumbs up als jullie deze video toch leuk vonden. Laat ook iets leuk na in de comments. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!